Hallo. Wow, waar heb ik dit gemist? Zo echt voor een camera zitten met een lamp op mij en gewoon een camera op een statief voor mij. Wauw, echt super raar. Eerst en vooral, ja, jullie hebben waarschijnlijk op de video geklikt voor de Q&A. Jullie snappen het wel. En die gaat er zo dadelijk ook natuurlijk aankomen. Maar eerst wil ik nog eventjes iets anders zeggen. Namelijk, ik heb heel lang niet meer geüpload zo op deze manier. En daar heb ik mijn redenen voor. Die heb ik misschien ook wel verteld. Ongeveer een vorm dus dat was. Ik had er niet meer zoveel zin in. Ook niet echt tijd. En dan heb ik heel lang niet meer geüpload en dan ben ik terug met vlogmas begonnen. En ik kan echt trots zijn op mezelf en zeggen dat ik dat elke dag heb volgehouden. Dus dat ik 24 vlogs heb geplaatst, echt elke dag. Op, ja, één keer heb ik niet om 4 uur die kunnen plaatsen en was het pas om 9 uur of zo. Maar voor de rest heb ik elke dag om 4 uur een vlog geplaatst. Dus ben ik echt heel trots op mezelf daarover. Maar nu, ja, na vlogmas is het dan weer een weekje ongeveer stilgevallen. En nu zijn we weer terug met deze video vandaag. Want ik heb het echt super, super, super hard gemist. En ik wil gewoon even zeggen, ja, dit gewoon dat na vlogmas met dit terug een motivatie heeft gegeven. En dat ik voor vlogmas ook echt keihard zin had om vlogmas te doen. En dat ik heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik wil jullie daarvoor ook nog bedanken voor al die positieve reacties en zo. Maar dat heb ik allemaal daar gedaan, dus daar ga ik niet te lang op ingaan. Ik wil nu gewoon graag beginnen met de Q&A, want daarvoor hebben jullie hoogstwaarschijnlijk deze video wel aangeklikt. Dus laten we dat maar snel even doen. Ik heb jullie dus op Instagram allemaal vragen gesteld. Die ben ik er even aan het bijnemen. En ik heb zo'n beetje gevraagd, stel me een beetje vragen rond 2017, 2018. Een beetje terugblik, een beetje ja, een vooruitkijk. Of hoe noemen ze dat? Oh. Ja, gewoon op hoe ik op 2018 kijk of dingen die in 2018 gaan gebeuren. Zo'n vragen. Dus ik ga nu een paar beantwoorden. Wat zijn je plannen voor YouTube in 2018? Wel, 2017 was wel een redelijk goed jaar qua YouTube. Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb 6000 abonnees gehaald. Niet zo heel veel eigenlijk, maar toch, dat was voor mij even een mijlpaal. En ik wil nu gewoon in 2018... er graag nog mee voortgaan, want er gaan ook allemaal keitoffe dingen gebeuren in 2018. En die wil ik heel graag voor jullie vastleggen en ook voor mezelf eigenlijk als herinnering voor later. Maar echte concrete plannen voor qua YouTube niet, gewoon blijven voortdoen met waar ik bezig was en dan denk ik dat dat wel helemaal in orde komt. Wat vind je soms wel eens vervelend aan feesten? Goeie vraag. Ik vind dat op feesten de sfeer precies altijd moet gezellig zijn ofzo, snap je? Dus dan moet het zo... het moet feestelijk zijn en je moet er goed uitzien en het moet allemaal zo perfect. Maar dat is dan uiteindelijk ook altijd wel super leuk. Maar dat moet per se niet altijd zo. Die term, de eindejaarsfeesten, dat is altijd zo er goed uitzien, lekker moeten eten, leuke cadeautjes moeten hebben. Maar ja, dat moet ook niet per se. Dat is wel altijd zo en dan is dat heel erg leuk, maar dat moet niet per se. En wat ik nog soms vervelend vind, is... ja, niet echt iets meer, denk ik. Ik kreeg ook een paar keer de vraag wat ik wil verder studeren, wat ik graag later wil doen. En daar heb ik al eens verteld, maar ik wil het graag nog eens vertellen. Dus ik wil heel graag verpleegster worden. En namelijk heel specifiek verpleegster neonatologie. Dat wil zeggen verpleegster bij prematuurbaby's. Dus baby's die veel te vroeg geboren zijn. Daarvoor moet ik eerst 4 jaar verpleegkunde doen, gewoon. En pak nu daarna die 4 jaar. Ik zeg van nee, eigenlijk die neonatologie, dat zie ik toch niet zitten. Dan kan ik dat nog altijd zelf beslissen. Maar je moet sowieso 4 jaar verpleeg kunnen doen. En ik wil gewoon echt heel graag een verpleegster worden. En dan daarna, na mijn 4 jaar verpleegkunde, ga ik dan waarschijnlijk nog een extra jaar doen. Een Banaba-jaar. Namelijk voor om een verpleegster te worden van een neonatologie. Maar in die Banaba, dat wil zeggen bachelor na bachelor. Dus een diploma na diploma. Banaba heet Neonatologie Pediatrie. Dus met die Banaba mag ik ook gaan werken op de kinderafdeling. Dus pak nu dat de neonatologie niet lukt direct of omdat er geen plaats is of zo, dan zou ik ook heel erg graag op de kinderafdeling verpleegster worden. Ik zie mezelf niet een verpleegster zijn bij volwassenen of bij ouderen of
de radiologie of zo, ik zeg zomaar iets. Ik zie mij meer bij kindjes en het allerliefste bij prematuurbaby's. Maar daar heb ik lang over geantwoord, precies. Hoe kijk je terug op het jaar 2017? Heb ik ook wel een paar keer of zo'n soort vragen gekregen. Nou, nu, ik kijk terug op 2017 als een jaar waarop ik eigenlijk heel mijn leven gewacht heb. Ik zal het zo zeggen. Op het gebied qua dingen die ik heb mogen doen en dingen die ik gedaan heb, was het echt een topjaar. Ik ben bijvoorbeeld naar New York geweest. Oh my god, echt waar. Wauw. Ik ben ook naar Corsica geweest op reis. Dat was echt super leuk. Dan ben ik met mijn beste vriendin Marie nog een week naar de zee geweest. Wat heb ik nog allemaal gedaan, joh? Ik heb echt super toffe dingen kunnen doen en qua gebied van vrienden en mensen leren kennen was het ook echt een topjaar. Ik had vroeger nooit echt goede vriendinnen of vrienden in school en zo. En in 2017 kan ik echt zeggen dat dat veranderd is, ook al een stuk in 2016, namelijk ja, vanaf 1 september zo. Maar in 2017 is dat nog verder gegaan en het werd alleen maar leuker en toffer. En dus ik blik eigenlijk terug op een heel heel goed jaar, een jaar waar ik dus eigenlijk lang op gewacht heb. Ik kreeg ook een vraag wat ik het leukste vond in New York. En daar wil ik ook wel graag beantwoorden, want New York is iets, sinds ik in de tweede middelbaar zit, zag ik daar eigenlijk over om daar naartoe te gaan. En dan dit jaar was het eindelijk zover. Ik had dus die reis cadeau gekregen voor mijn 16e verjaardag van mijn ouders. En ik ben dan ook samen met hen, dus wij met z'n drietjes, naar New York gegaan. Nu het allerleukste, ik had niet echt een specifiek ding, of heb nog steeds niet echt een specifiek ding dat ik daar het leukste vond. Maar gewoon het daar zijn en die belevenis van die drukke grote toeristische, maar echt knettergekke stad, dat vond ik echt gewoon het allerleukste. En alles zo ontdekken, zo van, wow, dit en wow, kijk dat. En dat vond ik echt het leukste. En dat ga ik ook echt herinneren, zo van, ja, het was de eerste keer dat ik daar was, uiteraard. En zo die eerste keren van die grote dingen die je altijd op tv ziet en op foto's, dat in het echt beleven, daar vond ik een van de leukste dingen. Ik kreeg ook de vraag wat ik het minst leuk vond aan 2017. Dat is toch een heel moeilijke vraag. Ik vond niet echt dingen niet leuk. Uiteraard waren er wel eens een paar dingen minder leuk, maar het is nu niet. Dat klinkt een beetje heavy. Dat er iemand gestorven is bijvoorbeeld, dat ik dat niet leuk vind, dat is allemaal niet gebeurd. Ja, er is wel een ding dat ik een beetje minder leuk vind in 2017. Maar dat is vooral, dat heeft te maken met school. Op het einde, ja, van begin oktober moest ik beginnen aan mijn eindwerk. En ja, eindwerk voor school dan natuurlijk. En dat vond ik minder leuk om te doen, omdat dat heel veel tijd in beslag nam en nog steeds neemt. Ik moet daar bijvoorbeeld volgende week, dus tijdens de kerstvakantie, heel veel ook nog aan werken. Ik heb dat nog niet gedaan, maar ja. Het is ook vakantie, maar volgende week moet ik daar dus wel veel aan beginnen werken. En alles liep ook een beetje in het honderd in de communicatie met school. En elke leerkracht zei iets anders dan hoe je dingen moest doen. En dat vond ik een beetje jammer, want ja, en ook dus minder leuk dat alles zo misliep. En het daarom voor mij en mijn klasgenoten echt heel ingewikkeld was. En heel onduidelijk, dus dat vond ik iets minder leuk. Maar dat is nu niet iets wat ik later nog echt zo ga herinneren van dat vond ik echt aan dat jaar niet leuk. Dat was gewoon iets minder een leuke periode, snap je? Zo, dat stuk, dat deel van school vond ik niet leuk. Ik ga waarschijnlijk volgend jaar studeren in Antwerpen. En om elke dag naar Antwerpen te pendelen, dat zou in principe wel gaan. Maar dan ben ik gewoon redelijk lang onderweg. Dan zou ik eerst de bus moeten nemen naar het station en dan van het station nog naar het station in Antwerpen en dan van het station in Antwerpen nog naar mijn hogeschool. Dus dat zou wat te veel tijd in beslag nemen. En dan om dat s'avonds ook nog te doen en als je dan 's morgens vroeg les hebt of s'avonds laat les hebt, dan gaat dat waarschijnlijk mislopen. Dus de kans dat ik op kot ga, zit er wel in. Ik kreeg ook de vraag, wat vond je het leukst in Vlogmas of om Vlogmas te doen? Ik snap niet zo heel goed. Ik heb geen Vlogmas gedaan. Ik weet niet hoe dat inhoudt. Ik denk dat dan Vlogmas is op blogniveau of zo, ik weet niet zo goed. Maar ik zal dan de vraag beantwoorden qua Vlogmas. Of als het zo is, dan wat vond je het leukst aan Vlogmas? Ik denk gewoon de comments. Die vond ik echt heel leuk aan Vlogmas. Dat gaf mij de motivatie om door te gaan met de vlogs. Ik kreeg super, echt zoveel superleuke comments van ja, ik geef superveel motivatie om te leren en jouw video's helpen mij tijdens het leren. En dat vond ik echt superleuk om te lezen. Dus dat heeft mij denk ik wel deels heel erg gemotiveerd om door te gaan met Vlogmas. En ook gewoon, ja, ik weet niet, ik vond eigenlijk alles wel leuk. En ook dat je dat later kan terugkijken van,
Kijk, toen ik 17 jaar was in het 6e middelbaar, mijn laatste kerstexamens ooit ging hebben. Dit is hoe ik het beleefd heb en dan kan ik daar zo terugkijken en dat vind ik wel heel leuk. Wat zal je nooit vergeten uit 2017? Dat is een beetje, ja, een gerelateerde vraag. Harry? Ja? Ik ben een filmpje aan het maken. Oké. Ik ben bijna klaar, oké? Mag ik binnenkomen? Nee, want ik ben een filmpje aan het maken. Ja, zeg. Ga even terug naar beneden, ik kom zelfs. Wat ga je nooit vergeten uit 2017? Dat heb ik al een beetje beantwoord en ik denk dat jullie dat ook al een beetje wel kunnen raden. Maar dat was natuurlijk New York. Ja, ik kan het gewoon echt niet. Ik doe er veel te hyped over. Maar ik vond dat echt, echt oprecht. Een van de geweldigste dingen dat ik denk ik ooit nog kan meemaken. En het staat ook echt vast. Ik wil echt nog terug naar New York ooit. Later, ja... Nu natuurlijk nog niet, dat kost ten eerste superveel geld, maar ook gewoon, ik ben er net geweest en later wil ik daar echt, echt nog terug naartoe. Maar zo die belevenis van de eerste keer in New York geweest en dat ga ik echt nooit vergeten. En dan ook nog, zeg in één woord hoe je jaar was. Avontuurlijk, denk ik. Ik bedoel daarmee niet van, ik ben de wereld ingetrokken en ik heb een wereldreis gemaakt en ik heb het meeste avontuur beleefd. Nee, ik denk gewoon avontuurlijk qua kleine dingen ook. Ik ging graag nieuwe dingen aan. Ik ontdekte graag nieuwe dingen. Ik maakte graag dingen mee. En ik bedoel ook een beetje met avontuurlijk. Als hier iets is waar je niet helemaal zeker weet hoe dat gaat aflopen. Of hoe dat zal verlopen of gaan. Gewoon doen. En dan weet je niet echt... Ja, dan kan het alleen maar meevallen, het kan uiteraard ook tegenvallen, maar dat kan gewoon tof zijn om zo'n nieuwe dingen te ontdekken. Zo op die manier door een beetje avontuurlijk te zijn en ook wel dingen die ik heb meegemaakt, bijvoorbeeld in Corsica, dat was ook avontuurlijk. Zo tussen de, ja, avontuurlijk, zo tussen de vissen gaan snorkelen en zo in een diep zee, dat vond ik ook wel avontuurlijk. Dus het is een heel ruim begrip, dus daarom denk ik dat avontuurlijk wel een geschikt woord is voor 2017. Wel ja, dan kunnen we 2017 afsluiten als iets avontuurlijk. En ik hoop, ja, nu kan ik echt zo super cliché gaan doen over... Oh my god, en ik ga het missen. En 2018 dit en goede voornemens dat. Ten eerste, ik doe niet aan goede voornemens, want dat kan ik toch niet. Nu moet ik toegeven, 1 januari valt op een maandag. En dat is echt zo... dat is echt iets keigoed. Dus ik ga wel zo een beetje goede voornemens proberen te doen. Want de feestdagen zijn natuurlijk geweest. Dus zowat gezonder beginnen eten, dat zal wel iets goed zijn. Of zo van die dingen. Maar zo echt van die super grote voornemens van en op het einde van het jaar wil ik dat bereikt hebben. Nee, dat doe ik niet aan. Ik wil jullie gewoon allemaal een super, super fijn einde jaar nog wensen. Ik hoop dat jullie het echt heel leuk gaan vieren. Ik heb er in ieder geval keiveel zin in, want ik ga het echt heel leuk vieren. En voor de rest wens ik jullie ook... Ja, een spetterend 2018, zoals ik het zou zeggen. En dan wil ik jullie ook heel erg bedanken om te kijken naar deze Q&A. Hij is redelijk lang, maar ja, al mijn vragen die ik graag wil beantwoorden, zijn nu beantwoord. Die zowat met 2017, 2018 te maken hebben. Ik wens jullie nogmaals heel fijn eindejaar en de beste wensen voor 2018. En dan vergeet zeker niet even te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. In 2018 en doe ook zeker even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie echt super super graag in 2018 weer terug met weer een hele hoop nieuwe leuke dingen. Dag!